Ik ben Martijn Nelis, 26 jaar. Ik kom uit Heerdegewaard. En daar ben ik dus ook 8 jaar geleden begonnen met stage lopen bij Nico Bakker Vreemdbouw. In die tijd zag ik het nog niet echt zitten om daar te blijven werken. Maar na een week heb ik eindelijk het virus te pakken gekregen. Ik ben daar eigenlijk al die tijd tijdens mijn studie blijven hangen. Ik heb eerst MTS werktuigbouw gedaan, daarna HBO Human Technology. Tijdens mijn afstuderen van het HBO heb ik van Nico de kans gekregen om mijn eigen motorfiets te bouwen. En dit is het resultaat. Als eerste ben ik dus begonnen met het bouwen van een frame. Nico Bakker die bouwt vaak met je rechtlijnige frames met wel bochten erin. Maar ik wilde graag iets anders doen, dus ik heb in iedere buis van mijn frame heb ik eigenlijk een radius aangebracht. Dat heb ik door de hele fiets proberen terug te laten komen. Het bijzondere van deze stepjes is, en de schetsplaatjes, dat ze een gebogen lijn hebben en dat ze ook radiaal opgehangen zijn. Ik heb dus de schetsplaatjes ook gewoon conventioneel opgehangen. Het was allemaal klaar, het zat er allemaal op. Dus ik zet de slijptol erin, Nico komt aanlopen. Waar ben jij nou helemaal mee bezig? Ik heb Nico wel het hoofdschuddend weg zien lopen, maar aan het eind kan ik toch wel vertellen dat hij behoorlijk trots was op me. Het sturen van deze motorfiets, ja, dat is natuurlijk ook een bijzonder stukje. Aanvankelijk wilde ik dit ook CNC gefreesd hebben, maar het werd me allemaal te duur, moet ik zeggen. Toen heb ik 2 blokjes aluminium genomen, heb ik het stuur helemaal met de hand gevormd. Ik heb het helemaal uitgezaagd, goed gepositioneerd en probeerde mooi gelijk te houden. Mijn toekomstplannen, dat ligt eigenlijk toch in het frame bouwen. Ik zou graag samenwerken met een ontwerper om samen met een klant tot een exclusief ontwerp te komen waar we one-offs op bouwen, specifiek voor de klant, misschien met zijn eigen naam erop, misschien zijn eigen merk, zodat wij een leuke prijs kunnen vangen voor een goede, mooie motor, wat echt exclusief is.